Actie. Schipper Robijn, wat staat hier voor een motor? Een Deutz, type 536, 375 pk. Dus niet zo heel veel naar de huidige begrippen gerekend, maar voor ons voldoende. Want uw schip meet? 800 ton. Oké, okay. Hoe oud is deze motor al? Deze is van 1966, net zo oud als het schip. En in 1997 is die dus een keer nagekeken, overhaald. En in 2011 hebben wij het dan ook nog een keer, kregen we wat waterlekkage en dat gewoon even alles weer na laten kijken. In de hoop dat we er nog vele jaren mee vooruit kunnen, eigenlijk. En wat die vele jaren betreft, wat verwacht u eigenlijk qua regelgeving? Ja, dat is eigenlijk of moeilijk in te schatten, wil ik niet zeggen. Het wordt natuurlijk allemaal steeds strenger. Maar ja, ik hoop toch dat wij er eigenlijk toch nog wel redelijk aan voldoen. Ook ondanks dat het een oude motor is. Want, ja, ik denk dat het met vervuilen en zo wel meevalt. Als je natuurlijk kijkt, bijvoorbeeld een oliewissel. Het enige wat wij dan doen is schone olie erin. Drie luchtfilters poelen we uit in brandstof en twee smeeroliefilters in de brandstof. En dat is eigenlijk alles. Geen weggooispullen. En. Dus in die zin denk ik dat je toch ook op dat gebied natuurlijk toch wel een beetje een voordeel hebt met modernere motoren, waar toch een hele batterij aan smeeroliefilters weet ik wat. En die dan toch allemaal vervangen moeten en weggegooid. Dus. En wat de uitstoot betreft? Nou, ook dat denk ik dat wel meevalt wat ik zeg. Het is een direct omkeerbare motor, dus wij starten heel veel. En de uitlaat zit op het roefdek recht naar boven. Dus. Maar ik heb nooit geen last van roet op het roefdek. De auto staat vlak naast de uitlaat, die wordt niet zwart. Dus ook op dat gebied denk ik dat het eigenlijk helemaal niet zo slecht is. Maar of de overheid daar net zo over denkt, is natuurlijk de vraag. Je zei net dat jij een beetje emotioneel wordt van deze motor. Ja, nou, een beetje wel, ja. Nou, soms hoor, nu ben ik er wel aan gewend. Waardoor komt dat? Dat weet ik niet. Waarschijnlijk omdat je misschien in je jonge jaren dat ook, dat je een soort herkenning of een soort herinneringen of zo, denk ik. Waar doet deze motor u dan aan denken? Ja. Ja, wat je net zei, voor het schip, voor je ouders. Thuis, toen ik van het internaat afkwam, toen ging ik bij mijn ouders aan boord. En toen was dat ook daar. En dat was bekend, dat was veilig, je was van school af, je mocht aan boord. En welk schip was dat? De Adriaan V was dat. En wat voor motor stond erin? Een NWM, direct omkeerbaar.
360 pk lees ik net. Oh, 360 pk. Oké. Ja. Heeft u er in het dagelijks gebruik veel onderhoud aan? Nee. Je moet dan om de 2,5 uur smeren. En dat doe je dus. En dat is eigenlijk het enige. Vorig jaar hebben we dan de verstuivers een keer na laten kijken weer. En dat was dan 5 jaar geleden. Maar ja, ook daaraan kun je niet merken dat die dan slecht zijn. Dat die gaat roken of iets van die na. Dus nee, onderhoud, nou ja, dan 1 keer per jaar, iets langer dan een jaar, om de 1500 draaiuren doen we dan schoonolie, karten verversen, zeg maar. Ja, dat is dan een klus, daar ben je een paar uur mee bezig, maar verder, nee hoor. En reserveonderdelen, is dat een probleem? Nou, dat wordt bij dit type wel wat moeilijker, heb ik begrepen. Maar ja, toen wij de laatste keer, toen was alles nog wel te krijgen, maar... Ja, dat zeg ik. Het wordt wel, vooral bij dit type, dat 536, zeg maar, wordt het wat minder. Doet u ook tijdens het varen dan is het onderhoud? Het oliesmeren en dergelijke? Nee, dat is niet mijn ding. Nee. Daar houdt u niet zo van? Nee. Ik weet dat het gebeuren moet, maar als ik kiezen mag tussen even in de mist varen of beneden smeren, dan blijf ik toch boven. Even in de mist varen. Of het moet echt heel spannend zijn, maar ik denk dat het niet 1 keer gebeurd is dat ik naar beneden gegaan ben. Nee. Dat laat u liever aan uw man over? Ja, ja. Want die bewegende delen? Ja, nee, het zal wel tussen mijn oren zitten, maar ik vind het gewoon benauwd. Ik krijg het die herrie dan en het... Herrie? Ja, nee. Oh, ik mag geen herrie zeggen. Tegen het zere been. Nee, maar dan in 1 keer kan ik er een soort benauwd van krijgen. Maar goed, als het echt moet, dan zal ik het wel gaan doen hoor. Dat zo ken ik mezelf wel, dat het dan nog. Maar nee, ik kies nu voor gewoon blijven sturen. Ja. Dus u houdt van die motor, maar dan wel een beetje op afstand of als die uitstaat? Nee, want dan is het een dood ding. Dan heb je er niks aan. Dat mag ik ook niet zeggen, denk ik. Nee, het is het geluid wat het maakt, wees nou eerlijk. Ja. Dat is ook zo, ja. Het geluid, als je dan start en dat hij zo mooi langzaam loopt, ja, dat is gewoon super. Muziek. Ja, inderdaad. Als u nou uit alle langzaamlopers zou mogen kiezen, wat is dan eigenlijk uw favoriete langzaamloper? Ja, ik vind ze eigenlijk allemaal mooi. Kijk, ik heb een zwager gehad met een industrie, dat was een prachtige motor. Wat ik net vertelde, een MAK, dat is ook, het schip dat komt al wel eens bij ons langs, de Catharina. Ja, dat is zo'n prachtig mooi geluid. Maar als je dan weer een Duits hoort, dus, ik vind het allemaal mooi. En dit leeft ook een beetje, vind ik, als je kijkt, zeker om de 2,5 uur ga je smeren. Ja, dat vind ik gewoon, het heeft wat. Het is, een moderne motor, dat is druk op de knop en verder komen ze niet meer in de benzinekamer. En dat is het, dus zeg ik, wij moeten gewoon om de 2,5 uur ga je naar beneden. En dan kun je ook, heb je wat beter controle, vind ik, als er iets wat bijzonders is, dat je dat toch wat meer in de gaten hebt, dus dat je zegt van, ik vertrouw maar op mijn alarmen en zo. Want dat is natuurlijk tegenwoordig, er zit toch alarm op, dus oh, dat ook wel eens kan weigeren. ik vind het, voor mij is het gewoon, ik vind het gewoon schitterend, zo'n motor. Dat is...